Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de superfinale Trophée Vert 2013, oftewel de Trophée de Laye. De paarden gaan zich verzamelen, gaan zich opstellen in de vakken. Paarden rijden aan. Maken de volte. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de superfinale Trophée Vert 2013, de Trophée de Laye. En het is Uragami die naar de start de leiding heeft genomen. Uragami, solo in het eerste band gestart, heeft 3 lengte voorsprong genomen. Tenta Renka op de tweede plaats. En daar komt aan de buitenzijde al een der andere deelnemers naar voren. En dat is Sun Sea of Carles. De paarden komen dan de eerste meters door, kiezen positie en gaan af op de eerste bocht. Uragami, Sun Sea of Carles met op de derde plaats aan Tenta Renka. Daarachter volgt dan Kadaan, zo gaan we de bocht in. Verder weg in het veld is het aan de binnenzijde TomTom DAG. En achter TomTom DAG hebben we dan Oliver Sting. En zo komen de deelnemers dan halverwege de bocht op weg naar de rechte lijn voor de tribune zo dadelijk. Met Sun Sea of Carles die van kop af dicteert. Sun Sea of Carles die heeft het commando als de paarden de bocht indraaien. Een van de twee paarden van Jan Offenberg, mede-eigenaar van Timoco, die gisteren in Cagnes-sur-Mer nog schitterend wist te zegevieren. En zo'n beetje de Europese top aan de zegekar wist te binden. De paarden zijn nu in de rechte lijn voor de tribune. En het is een zeer compact veld. Het tempo is niet bepaald hoog. Men houdt het kruid droog tot de finale fase. Dat geeft bijvoorbeeld gelegenheid aan Kada om nu naar voren te komen. En een prominente uitgangspositie in de front rank in te nemen. De twee leidende rijders kijken elkaar. Is aan. Robin Bakker en Dion Tesselaar. En Tesselaar die gaat de leiding overnemen met Kadaan. Kadaan heeft nu een lengtevoorsprong. Sun Sea of Carles tweede, Uragami derde. Vierde Tenta Renka op de vijfde plaats. Daarachter is Oliver Sting. Aan de buitenzijde volgt dan Kiek Mubas. En achter Kiek Mubas is het TomTom DAG. Zo gaan we de laatste ronde in. Daarachter is het Only You de Gine. En die wordt op een lengte gevolgd door Rev de Zevet. Aan de binnenkant Tanika Duboulet. En aan de staart van het veld hebben we dan Kito Bino in het gezelschap van Tilbury. Dat is het veld, dat is de volgorde als we halverwege de Klingendaalbocht zijn en op weg gaan naar de overkant van de baan. Met nog altijd Sun Sea of Carles de leider. Sun Sea of Carles op de tweede plaats is het dan nu toch weer Kada. Ze hebben het nog weer omgewisseld, de leidende positie. Daarachter volgt op de derde plaats dan Uragami die gevolgd wordt door Tenta Renka. Daarachter komt aan de buitenzijde dan naar voren de nummer 10, Oliver Sting. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En daarachter volgt dan Kiek Mubas die ook meetrekt met zijn stalgenoot halverwege de overzijde langs het laantje van Jochem zo dadelijk. We kijken ook even naar de start van het veld. Daar ligt nog altijd onze Belgische gast Joël van der Bossen met Tilbury d'Avril. En de paarden zijn einde overzijde. Voorlaatste is Kito Beno en twee na laatste Rev de Servet. De deelnemers gaan de laatste bocht in. En het is daar dat Tenta Renka de leiding overneemt. Tenta Renka met Sun Sea of Carles op de tweede plaats dan Uragami. Maar daar komt ook langzaam maar heel zeker naar voren geslopen Only You de Gine. En zo zijn we dan in de laatste bocht en gaan de paarden zich opmaken voor de finale fase. Tenta Renka is de leider. Only You de Gine op de tweede plaats. Daarachter is nu op de derde plaats ook uitgekomen Rêve de Zevet. Paarden van het eerste uur die verzwakken wat. De paarden die zich rustig hebben gehouden in de middenmoot, die komen wat naar voren nu. En zo krijgen we een heel andere situatie. Tenta Renka op de tweede plaats. Daarachter Only You de Gine. En op de derde plaats Rêve de Zevet. Zo zijn we in de laatste rechte lijn en hebben we nog 400 meter af te leggen in de superfinale van de Trophée Vert. Oftewel de Prix de Laye, de Trophée de Laye om precies te zijn. Met Tenta Renka, de zoon van Echo, die nog altijd het commando heeft. Tenta Renka, en zo gaan we dan de laatste 300 meter in, maar Only You de Gine wordt naar buiten genomen en wordt op de rug gevolgd door Wim van der Mespel met Rêve de Zevet die mogelijk een ideale rug heeft om vanaf te komen als ze de laatste 200 meter ingaan. Maar Only You de Gine die weet weg te lopen. Rêve de Zevet uitgeschakeld, nummer 7, nummer 7 galop. Rêve de Zevet die wordt dus uitgeschakeld en we zijn op weg naar de lijn en het is Only You de Gine die het wint. Op de tweede plaats Tenta Renka, TomTom DAG daarachter en dan volgt daar weer achter Oliver Sting en de rest.